Jamal Khamis. Ik ben Palestijn, geboren in lager, vluchtelingenlager in Arub, vlak bij Bethlehem. Ik ben gekomen naar Nederland in 1986. Ik ben getrouwd en heb ik twee kinderen, twee zoon. Ik ben kunstenaar en dichter. Ik heb veel exposeerd mijn werken in vele landen, in Europa en in Arabië. En ik heb tot nu toe 4 boeken uitgegeven. En deze jaar komen nog 2 boeken. Schilder, waarom eigenlijk? Dat is, ben ik zo geboren, ben ik schilder altijd. Hoe dat komt, dat heeft te maken met die geheim voor dat deze leven. Wat in mijn schilderij viel is, die vrouw, die vrouwelijkheid. En dat vind ik, dat is die plaats, die schoonheid. Dat is van mijn filosofie. Ik zie hier die natuur, die nieuwe natuur, die mooie natuur voor mij hier. Die grachten in Amsterdam brengen een gekke atmosfeer, mooi, naar mooie atmosfeer. Deze grachten, die oude architectuur hier. Ik doe schilderen en ik doe gedichten en iedereen heeft zijn ogenblik, zijn gevoel, zijn tijd. Ik ben een droommens eigenlijk en dat gedichten heeft zoveel te doen met het dromen. أفترش الصبار حصيرا وأنام أحلق وراء بقرة تطير ولا ترخي ضرعا واحدا آهي لو أرتوي آهي أيها الفضاء من أين أعض فيك شهوة صحيح أني أعشق اللحن والحصاد والمطر ولكني أعشق شفتاك. الكونست كومت فون بينن كونست كان نيت خليرت هلمال نيت دات از دي فوتوس فون دي بيفيخنج دي زيل دي اندر بيوست زاين فون دي منس دات كونست است باي ايدرين باي ايدرين bij iedereen zich beweegt, bij mens of dier of weet ik niet wat. Het kunst bestaat bij iedereen. Maar niet iedereen gaat begrijpen wat dat hij kunst heeft of niet. Ik heb geen doeken en papier heb ik wel, daarvoor teken ik niet.
dat ik... ik heb... Ik verkoop niet veel. Niet veel schilderijen. En alles ik verkoop, ik heb ook kinderen thuis. Ik moet... Ja, ik moet zorgen ook voor andere zaken, niet alleen voor mijn kunst. Daarvoor is het een beetje moeilijk voor mij.